Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff met een paar ontzettende reflecterende bakken van Fleischmann. Ik heb deze overgenomen van een naamgenoot die ze had gekocht en erachter kwam dat ze eigenlijk allemaal wel een defect hadden. Ik ben benieuwd, want ze zien er op zich redelijk goed uit van de buitenkant. Maar hij vertelde mij dat bij sommigen de onderkant los zat of uitstak. En ja, hier steekt duidelijk de onderkant uit. Dat als je ze op een digitale baan zet, dat het net klinkt alsof er kortsluiting gemaakt wordt. Ja, deze is heel duidelijk. Deze zit helemaal los. En ook is dit een van de koppelingen. Dan hoop ik dat de veer hier nog wel ergens rondslingert. Of zou deze zonder veer werken? Ja, deze hier zit ook helemaal los. Ja. Dit was een gevalletje. Ja, ik zou niet willen zeggen oplichting. Maar op zijn minst iets anders verkopen dan. Iets anders leveren dan dat er aangeboden is. Ik heb zelf heel veel geluk. Dat bij mij bijna altijd het wel goed gaat. Maar je kunt de pech hebben. Ja, nu weet ik natuurlijk niet hoe die originele advertentie eruit zag. Dus ik kan geen keiharde dingen zeggen. Want voordat ik zelf in de problemen kom omdat ik iemand flink beledig. Eens kijken wat hier aan de hand is. Je zou zeggen dat dit makkelijk open te maken is. Na heel veel voorzichtig wikken blijkt hier is gewoon de hele boel verlijmd. Dus dit is een stukje. Dat komt er hier weer vandaan. Nou, dat ga ik kijken of ik dat nog terug kan zetten. Als ik het eraf krijg. Maar ook deze gele, sorry, blauwe moet er nog af. En hier zit nog een. Ja. Iets wat waarschijnlijk hier al vast had moeten zitten. Dit is wel een mooie. Even kijken, Huffingtronics DE. Dit is een mooie ledstrip voor in de wagon. Maar dit verlijmen, dat wordt nog wat. Want dat zal dan ook bij die andere het geval zijn. Dan zal ik eens even goed moeten uitzoeken hoe ik deze lijn uiteindelijk los ga krijgen. Oké, hier zit alles weer vast. Deze aan de voorkant, hier zitten nog wat lijmresten. Dan moet ik. Nou, misschien dat ik dat met een stift nog bijgewerkt krijg. Verder zitten hier nog wat deukjes. Maar deze kap is verder nu in orde. Tweede klas, mooi, niks meer aan doen. Dus die gaat opzij. Nou, de wielen. Hebben hier een punt en hier een punt. En dat drukt tegen deze metalen platen aan, precies daar zo in die hoeken. En op die manier krijgen deze metalen platen hun stroom. De twee koppelingen. Ik had verwacht ergens een aanhechtingspunt te zien waar zij.
waar de veer aan vast zou zitten. Ik zie hier wel een punt. Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe dat... hoe dat hier in deze... ik had verwacht dat hier een veer aan zou zitten, die hier ergens aan vast zou moeten zitten. Maar ik zie nergens waar dat vastgemaakt zou kunnen worden. Wel, misschien zit aan deze onderkant nog wat. Ook niet echt. Dus dat is nog een beetje een raadsel. Want er lijkt wel een veer te zitten bij de andere. Dus ergens moeten veertjes zijn. Dat we nog even uitzoeken dus. Misschien dat hij aan de... Nee, aan de wagen stel ik dan ook niet. Ja, het zal even zoeken zijn hoe dat precies nu zat. Want hij zou zo op, deze, op zijn plek gehouden moeten worden. En dat geldt ook voor deze kant. Misschien heeft dat van doen met... Ja, nou, dat wordt even uitzoeken. Elektrisch gezien, dit lijkt mij een gelijkrichter die er los in lag. Want ik heb deze twee kabels zelf losgeknipt vanuit deze metalen platen. Ik ga in ieder geval kijken of dat de wielen goed glijden, of dat een beetje klopt. En of dat ik ze goed vast kan maken, dat ook ze niet kortsluiting maken. Zeg maar dat hier zie ik een strip zitten, een beetje verbogen, die zowel tegen het wiel als tegen de flens aan zit. Maar als dan... deze isolatie aan deze kant zit, dan zou die nu met de as en de flens contact maken. Dan krijg je hier kortsluiting van. Of als hier de... Nee, als hier de isolatie zit aan de andere kant niet. Dus ga ik even nameten. En die kunnen er daarna vrij snel weer terug op. En dan kan ik op zoek gaan naar waar dat veertje toch gebleven is. En hoe vast te maken. Goed, de gelijkrichter die ik gevonden heb. Heb ik teruggezet. Ik ben er vrij zeker van dat hij zo moet. Niet omdat ik hem doorgemeten heb, maar hoe dat hij afgebroken was. Ik ga dunnere draad gebruiken om vanaf de bodemplaten door de stoelen heen naar boven te komen. Zodat ik het hierop aan kan sluiten. En ik gebruik dunnere omdat die draden die hier opgesoldeerd waren ervoor zorgden dat de hele boel niet meer vlak tegen de kap aan zat. Even een extra gaatje boren. Zo, het is ontzettend lastig gebleken om op deze stalen platen iets te solderen. Ik heb mijn soldeerbout goed heet gezet. En lang moeten wachten totdat het uiteindelijk allemaal pakte. En nu nog steeds denk ik dat er wat van die soldering te hoog is. Want zoals je ziet, het sluit nog niet helemaal goed aan deze kant. Dus wellicht dat ik nog wat ga bijschaven op de soldering. Of een stukje van het interieur verder uit ga boren. De stroompick-up was ook niet al te best. Die heb ik verbeterd met wat koperen bekabeling, koperen draden. Maar het resultaat is nu in ieder geval dat als ik deze lichtstrip er terug opzet, je het nog niet altijd doet. En ik denk dat dat echt toch is dat de stroompick-up problemen. Ik moet de wielen nog schoonmaken. Ik was heel blij dat hij het net al deed. Nee, dus de wielen nog schoonmaken. Het kan dus zijn dat er hier iets niet goed tegen dit wiel aandrukt. Het is vrij, ik moet zeggen, ik vind het vrij fragiel allemaal. Kijk. Hieronder zit iets niet helemaal lekker, denk ik. Dus het kan zijn dat ik de draden nog even, dat ik ze er helemaal doorheen leid. En niet via... deze pin hier via deze overdracht bezig gaan, maar dat ik een betere manier ga proberen voor stroomoverdracht, want ik vind dit een beetje, ja, zoals ik zei, ik vind het fragiel.
Ik ben nog bezig met de stroomtoevoer om die betrouwbaarder te maken, maar ik heb in ieder geval een condensator erop gezet op de strip zelf, zodat als hij stroom heeft, dan laat de condensator op en als hij geen stroom heeft, ontlaat hij weer, maar dan knippert het niet zo zichtbaar. Het is wat minder fel, minder onrustig. Ik weet inmiddels wel aan welke kant het probleem zit. Dat is dit draaistel, die geeft de stroom niet goed door. Ik ben nog aan het puzzelen om daar iets goeds op te bedenken. Zo, dit is 1. Ik ben erachter dat voor de koppelingen, ik dit super dunne en heel erg stevige draadje nodig heb. Die heb ik 4. 2 voor deze, 2 voor een andere en 2 ben ik er kwijt. Ik ben aan het kijken of ik die na kan maken met enige van de andere dingen die ik heb. Maar de meeste buigen en buigen niet terug. Dus die zijn te stug. Niet enough. Niet verend genoeg. Het is mogelijk dat ik er maar dadelijk 2 heb die niet zo mooi zijn als deze. Even op de... Ik zet hem zo dadelijk op de baan. Je ziet nu al, de verlichting doet het. Hier niet en daar niet, omdat daar geen lamp zit. Ik heb niet het idee dat die ledstrip precies gemaakt is voor dit treinstel. Ik zet hem op de baan. Hopelijk ook met de 3 andere als eindresultaat. Ik had gehoopt ze alle 3 op de baan te hebben inmiddels. Maar ik heb wat onderdelen nodig. Met name condensatoren die op zijn. En die blijken wat lastig leverbaar. Dus ik ben al een paar dagen aan het wachten. En ik wil deze er toch uit hebben. Dus ik heb hier degene die ik af heb kunnen werken met de condensatoren. De ene condensator erin. Bekabeling erin. En af en toe valt het licht nog uit vanwege... dat de wielen de stroom niet oppikken of de contacten niet helemaal goed zijn. Om dat te verbeteren moet ik denk ik direct de kabels gaan trekken en dat bemoeilijkt ook weer de draaistellen, dus daar wil ik een beetje mee oppassen. Ik vind hem verder mooi uitzien. Er is bijna niets te zien van alle schade die ik had op aan de achterkant. Omdat het allemaal zit achter de vouwballen en een klepje voor het overlopen tussen de treinstellen. Geen 3 stuks, maar 1 stuk op dit moment. Mocht ik nog een oplossing vinden voor de ontbrekende vering van de koppelingen, dan kom ik daar zeker nog op terug. En tot die tijd zou ik willen zeggen, bedankt voor het kijken. En like, subscribe, deel en tot de volgende keer.